over het kleuren van een tekening en afbeelding in InDesign. Als we dat gaan doen, moeten we natuurlijk eerst op zoek naar InDesign. En die staat in de programmamap. En hier staat die. En als die map opent, dit is degene die we klikken. En dan opent het programma InDesign. Deze kan gewoon weg. Het programma geopend. We gaan een nieuw document aanmaken. Nieuw. En we zien hem hier staan. En we hebben de keuze uit een paar mogelijkheden. We kunnen hem liggend en we kunnen hem staand hebben. Liggend is wat makkelijker. We geven hem de naam. En ik noem hem Mammoet. Want dat beest had ik pas gezien. Oké. En we hebben hier een document, liggend, landscape. En daar kunnen we dan de afbeelding in gaan plakken. De afbeelding die ik gevonden had, die staat op het bureaublad. En hier is die. Ik open de afbeelding in Photoshop in dit geval. Ik selecteer alles, appeltje A. Ik kopieer alles, appeltje C. En ik ga naar mijn Illustrator document en ik geef appeltje V en ik plak de mammoet erin. Nou, keurig, daar heb ik hem. Nu wil ik gaan kleuren en ik wil het ook een beetje netjes doen. Dus wat ik doe. Wel in het midden. Even iets inzoomen. Ik ga naar de lagen. De lagen openen zich en ik kies hier een nieuwe laag. En die heet laag 2. Nou, die noem ik kleurtjes. Kleurtjes, oké. Ik heb de laag 1, die zie je hier staan. Daar doe ik een slotje op. Daar kan niks mee gebeuren. En ik heb alleen de laag kleurtjes. Dan ga ik nu naar de andere kant en daar kies ik het potlood. Die heb ik gekozen. Je ziet, het wordt een potloodje als ik niet aan het scrollen ben. Nou, ik kom aan de zijkant en dan ga ik eens even naar de kleuren kijken. En ik wil wat rood gaan kleuren, dus ik kies rood. En ik sleep dat er ook naartoe. Dus zowel de rand als de vulling, die zijn rood. En dan gaan we het eigenlijke kleuren doen. Nou, eens even op zoek naar de mammoet. Hier hebben we hem weer. En ik ga het opperarmbeen en het dijbeen rood kleuren. En in de laag die er overheen zit, trek ik de vorm rond. En dan heb ik een rode lijn. Je ziet hier dat er geen vulling is. Dat wil ik wel, dus die klik ik hier nog even aan. En als we dan uitzoomen, zie je, is die hier mooi rood geworden. Ik ga deze ook nog even kleuren. En ik moet hem weer ook nog hier rood geven. Nou, dan moet ik er natuurlijk nog wat mee doen. Ik moet hem gaan exporteren. En zo'n InDesign document is best wel lastig voor een hoop programma's. En jullie gaan hem in een Google Docs document zetten. Dus gaan we naar het file menu, het bestandmenu. En we zoomen even in. En dan is er hier Save for Microsoft Office. En als ik dat doe, dan zie je dat hij daar een PNG bestand van maakt. En dat moeten jullie ook doen. Ik wil hem op mijn desktop hebben. Dus ik geef een save. En dan staat het gekleurde document, als het goed is, op mijn desktop. Nou, dat wil ik nog even controleren. Mammoet PNG. Die open ik. En die opent hij in preview. En dan zie je dat hij inderdaad rood geworden is. Je hebt je eerste document gekleurd in Illustrator.